Oh yo. We zijn vandaag in de mooiste stad van Nederland, waar ik ben geboren en getogen, Rotterdam. Laat in de comments weten waar ik naartoe moet gaan. Vergeet niet te abonneren daarboven en ik ga niet veel praten. Er zijn heel veel skills gekomen, first tegen first tegen first. Ik spuug bijna, shit, mag niet. Dit is de knokfase van de 1 versus 1 Rotterdam. Kan je dat niet horen dan? Wie gaan er door naar de volgende ronde? De 1 versus 1 gaat nu beginnen. Er zijn veel acties gekomen. De 1 versus 1, ja. Laat me zien wat je kan. Doe. Wat is dat? Hey, Mattie! Hey! Oh, yo! Hij is lekker toch? No, hij is. Hey, doe iets, man, doe iets! That's astonishing! It's absolutely world class! Y nació al día siguiente. Mira el centro, clave, gol. Wat een doep. Ja, naar binnen. Ik wil niks horen vandaag, broer. Daar zijn we op koud maken. 3, 2, 1. Hey, zo ga je niet scoren, broer. What the hell? Oh my God, no way, Ik zei tegen jou, score zelf! Tijna koninne, op een zekere ketinne, alles kan ik mama kaninge, nika mama kaninge. Zijn de bro. Oh, je rap, oh no. Calma.
deden we vroeger vaak op het pleintje. Kan je veel, man? Laat even in de comments weten. Je staat mijn hart. Hey, laat in de comments weten wie de beste speler is van vandaag, man. Ik heb zin in de voetbal. Laat even in de comments weten of ik de 1v1 moet doen voor mezelf. Tegen 20 verdedigers. Rarko tegen 20 verdedigers. Voor deze mag ik iets even snel geven. Wat? Jij mag even een penalty schieten. Ja, je mag even een penalty schieten. Als je met me echt kijkt, hè? Ben ik ook. In 3, 2, 1, go. Nee, nog een kans. Elsio, man. Je moet scoren, man, bro. Je moet scoren, man. Hoor je? Ga niet scoren. Liggen moet je, pa. Wie is die boy? Wie is hij? Ik wou neer te spelen. We begonnen met aanvallen. Ja. We begonnen met aanvallen. Hij is de ster. Hij was begonnen met aanvallen. Veel mooie acties. Ik hoorde je gekke teugel zo pop. Kijk, volgens mij scheen gewoon een keer. Ik kan niks schatten. Zet op, dit is voor de Love White. Kijk, meer kijk, kijken. Klassement. Ik heb nog meer klassement. Oké. Als je even opgegeven. Kan je niet weggaan, broer? Heb je nodig? Volgende keer maar eens. Tom tegen Di Meiro. Hij gaat nergens, broer. Nee, ben gek! Ben gek! Heb maar gerond!
Gaat het. Maar het was een lang overtreding. Hoe kan die bal zo lang? Luister naar mij. Net was het de poolfase van 1 versus 1. We gaan nu naar de halve finale. Dit zijn de overgebleven spelers. Eén ding is zeker. Laat in de comments weten wie je de beste speler vindt van 1 versus 1. En we gaan beginnen. Niet te veel praten, want praten is veel. Laat je voeten spreken. Waaah! Hij moet sowieso iets geks doen, want hij heeft een pannen gekregen. Ik ga hem nog een keer laten zien. 3, 2, 1. Het is goed te doen, hoor. Ai, ai, ai. Dat was info van, ik ga naar Thalia, maar ik ga naar Coconuts. Ik heb het moeten goed maken, man. Die man heeft me een panna gegeven. Maar, nu... Martie, maar je moet berekenen. Nu sta je in de finale. Tegen die man. Tegen die man. Tegen die man. Dit is de eerste aflevering van 1 tegen 1. In het Engels zeggen ze 1 versus 1. In de finale staat... Feliciano. En... Abdullah. Er is geschiedenis hier gebeurd net. Een half uur geleden. Ja. Je kreeg een akapane. Ja. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ben sportief. Ja, jij moet die man ook destroyen. Ja, we gaan het proberen. Je hebt nu 10, je hebt nu 5 seconden de tijd om iets tegen hem te zeggen. Mattie, je weet toch? Mattie, je gaat niet halen, het is mijn grond. Waaah! En wat heb jij te zeggen? Bro, we gaan het zien, maar hij is niet de eerste die ik een akapan heb gegeven, man. Maar we gaan het zien. Oh, joh, niet te veel bij zegt Jamiro. Ken je die lijn? Dat is zo'n broederliefde voor die, man. Ja, man, we gaan bekijken wie als wie gaat als eerst beginnen, boys? Rocks with decisions. Wie begint? Ja, je mag kiezen. Ben je bang of ben je fit? Sowieso fit. Maar ben je bang? Nee. Maar, maar zijn er wel zenuwtjes. Sorry man, dat is echt een ton. Ken je Ron? Ja. Nee, je moet je sterk zijn. Zeg even iets tegen al die mensen die voor jou zijn. Je weet toch, misschien kijk je Matties. Sowieso, S naar de gang, S naar Pela. We gaan die man voor je kouden. Ik zei van het begin, je had een uitstraling van een gekke balie, man. En ik heb intelligentie van Joran Derksen. Wat wil je even vertellen aan al die mensen? Wat kan ik vertellen, ja. Ik ga je laten genieten, man. En mama, ik hou van jou. Oh, joh. Dat zijn alle moeders, man. Ja, man. Maar Mattie, die akka, man. Ook als ze naar Elso. Ja, Elso, even een dansje, even een dansje. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Last. Is dit de terechte finale? Dit is een terechte finale. Ik denk dat deze jongens het meest hebben laten zien. En Elso ook natuurlijk. Hij mag ook niet ontbreken. En dit is een mooie finale, dus we gaan zien hoe het gaat lopen. Wie denk je dat gaat winnen, man? Ik weet het echt niet, man. Ik denk Appie. Denk je Appie? Ik denk Appie, maar we gaan het zien. En wat vond je van de dag overal, man? Wat vond je ervan? Ja, gezellig toch? Ja? Een beetje gewoon met die boys. Eten! Finale! Kom op, man! Finale! Focus, papa! We hebben 3 goals vandaag nodig en de winnaar is de baas van Rotterdam. En ik ga je eerlijk zeggen, zou dan al die boys hebben meegedaan, sowieso. Maar ik denk dat er nu iets gaat gebeuren. Ik denk het echt. Oh,
man is goed. Zeg jullie boys, jullie gaan genieten. En zo naar Arco. Ik krijg ook kippenvel, man. Ik ben een helder. Hij moet rekenen. Hey, hij zit, kijk. Hij zat zo. Dus hij keek voor. Oh shit. Oh shit. Hey, oh shit. Let me see what you got. Focus. Ja, broer, je kan het nog, broer. Ik heb vertrouwen in je neef. Ik heb vertrouwen in je, broer. We gaan opnieuw 1 tegen 1. Staan in elke situatie. Ja. Ook al ben ik net zigzag kwijt. Aan het einde van de rit heb ik nog steeds die bal gepakt. Hey, lekker. Eén. Heb jij de bal? Kijk! Hij praat nu! Hij schopt! Hij schopt! Ik wil niet praten. Nu moet ik focus. Hij zegt helemaal focus. Maar hoeveel staat het nu? 2-2. Ja. Als hij nu scoort. Wie? Feli. Feli. Ja. Heeft hij gewonnen? Hey. Ja, man. Weet je nog hoe hij heet? Appie. Sterk. Weet je hoe ik heet? Erarko, alsjeblieft. Hey. Ja, met zijn laatste doelpunt. Feli. Feli aan de actie. Mooie schaar van Feli. Bal. Elso, voor Elso, kom, Elso. Oké, Elso. Hij papa. Oké, Elso. Elso, wat is de situatie? Het is heel spannend, hè. Ik ga niet. Het is echt heel spannend. Ik heb geen ruimte om die actie te maken. Ja. Het is heel spannend. Hoog gedrukt.
ga je eerlijk zeggen, het is echt spannend, man. Ik ga eerlijk zeggen, eerst dacht ik met hij, het is nu mooi kwee-kwee. Oh ja, kwee-kwee. Je mag alles zeggen wat je wil. Zeg alles wat je wil. Een koud handbal, man. Respect. En zo naar deze man, broer. Nou, maar zeg eerlijk, hij heeft me wel gewoon koud gemaakt, maar ik geef hem zijn flowers. Hey. Toch? Ja, ja, dat is strang. Maar zo naar mijn broertje, man. Ja. Nog één keer, man. Ja, nou, ik ga je eerlijk zeggen, dit is de winnaar van de eerste aflevering, One tegen One of Chips. One versus One. Oh, dit is de eerste aflevering van One versus One. Nee, wacht. Dit is de eerste aflevering van One versus One. Meestal gaan we de outro doen en dit gaan we heel special doen. Let op. Mensen, luister, dit is je boy A to the O. Dit was de One versus One hier in Rotterdam Vrijlust. Je weet, vinden jullie deze video leuk? Like het, comment het. Deze was een gekke 1 versus 1 challenge. Je weet, dit is je boy Laters. Opnieuw, je moet zeggen 1 tot de O, Els, wat je altijd zegt. Heb jij zelf? Oh, oké. Ja! R tot de O, het is gewoon Rarko. Hij is op de lijn! Hij is op de lijn! Hij is het zat! Wacht. Hij is een Gary ook. Hij is het zat, man! Het is jouw moment, broer! Ik ga heel lang. Het is jouw moment, man! Poppa! Shit!